Hello everyone, it's Steve with Aptera Owners Club. Lightyear just released this video. It's a short video of about 6 minutes with their early investors and a few of their early customers driving the first production Lightyear cars. And it just made me feel good, so I thought I'd share it with you guys. You can just watch it yourself without the commentary. I'm not going to try to comment too much on it. But I just felt like, hey, this could be us next year, hopefully. Hopefully next year this will be us as early investors and early customers, driving the production Aptera. So it kind of gave me that feeling, and so I really enjoyed it. Fantastisch. We hebben de zonsopkomst gezien, geslapen onder de sterren en we hebben een testrit gehad. Ik kon niet blijer zijn dan nu dat hij eraan gaat komen, de Lightyear. Ga jij eens even zitten nu. Prestie, hoe is dat? Dit wordt natuurlijk een momentje. Hè? Kijk, ik geef nu even een klein beetje gas. Ja, dit gaat allemaal goed. Vet! Hij ligt lekker hoor. Dit feels very stable. De eerste Nederlandse zonneauto. Wauw, ja. Hier zit hij op top hoor. Hij zit om je lijf heen. Ik vind eigenlijk die cameraatjes wel cool. Dat is net de spiegel hè. Dus nu het gas loslaat. We gebruiken nul, staat daar links. Hè? Er komt zonne-energie binnen en we rollen. Dit is surfing, man. Dit is gewoon bizar. Down to 97. Jesus, it keeps going, ja. Oké, nu laat ik los, nu doe ik helemaal niets. So, you know, the Lightyear is so aerodynamic that even when you, so they have a button on the Lightyear that turns on and off the regenerative braking and the regeneration. So I think they can set it as one pedal driving or not, but currently they have obviously have it set so that it's not regenerating when you let off the accelerator. And when you let off of it, it's just coasting. And because of its aerodynamics, when it coasts and its low rolling resistance, when it coasts, it doesn't lose speed like a normal car. So we all expect a car to lose speed when we let off the accelerator. But this car doesn't lose speed as you let off the accelerator. And the Aptera will be even better than that. It's even more aerodynamic and has even lower rolling resistance. So it's going to be this weird feeling where you let off the accelerator and it doesn't lose speed. It just coasts seemingly forever. I do think that their rear view mirror is quite, the rear view screen is quite small. And I think the Aptera is going to be quite a bit bigger than that, which I think is better. Nou, dat is wel mooi, hè? Maar ik doe helemaal niks. Ik geef geen gas, helemaal niks. En ik rij. Ongelooflijk. Great. Marvelous. Splendid. Nice experience. Perfect. Ik voel me super veilig in die auto. De spiegels, die mis je niet, want die camera's zijn een stuk beter. Ik ben er echt super onder de indruk. Toelen voor zijn perfect, stuur ziet er mooi uit, ontwerp is hartstikke goed. En er waren mensen die reden achter ons, dat er makkelijk langs konden gaan, maar dat deden ze niet. Nee, ze zijn even achter. Geweldig, echt geweldig. Het wachten meer dan waard geweest. Ja. En ik vind het prachtig dat je aan de binnenkant ziet hoeveel energie die tijdens het rijden uit de zon haalt. Ja. Dus welke auto heeft dat nou? Die oplaadt tijdens het rijden. Dat is toch fantastisch? Wauw. Echt, echt heel erg gaaf. En wat ik ook mooi vind, je kunt zeg maar de regenerate kun je aan en uitzetten. En als je hem uitzet, dan glij je dus over die weg. En so I think it's just so cool that they have all these early investors and early customers. And, you know, hopefully Aptera, I think Aptera is going to do a video like this probably with the early investors and early customers. You can see how happy they are. I think they've been waiting a long time for this car.
hij minder gewoon bijna niet aanvaard. Hij zei, rij vooral 100 en daarna doe niks meer. Anderhalve kilometer later reden we nog steeds 80. Ja, dan zweeft hij als het ware verder. Dat is ongelooflijk comfortabel rijden. Dat is gewoon surfen. Zweven. Ja, surfen, dat is het woord. Zweven, surfen. Echt bizar. Die weerstand is dus helemaal niks. Nee, dat is gaaf, ja. Mooi, hè? Nee, dat gaat heel mooi. Alles is natuurlijk gemaakt om zo ver mogelijk en zo lang mogelijk te rijden. Maar als je kijkt hoe die optrekt, is het gewoon top. Ik ga hem echt veel gebruiken. Want dat geeft echt een goed gevoel. Vijf jaar geleden de auto besteld. En ik zeg auto besteld, maar ik had iets besteld waarvan ik een paar lijnen had gezien. Maar wel geloofde in het concept. En dan zie je nu wat er staat. En dan is het eigenlijk daar in alle opzichten bijna beter geworden dan ik had verwacht. So that guy ordered the car 5 years ago and he's now getting it. So, you know, he's had a lot of patience and it's paying off for him. And I'm really happy for these guys. Their car is getting delivered. They've waited 5 years. They've invested. They're early customers. Yeah, I think it's great. Uiteindelijk sta ik dan hier in deze fantastische locatie en die auto rijdt en die doet het fantastisch. Ik ben helemaal verliefd op die auto. Je moet een belevenis bij een auto hebben. Nou, die maak je zelf. De vorm van de auto, de techniek die erin zit, hoe je erin rijdt. Dat moet jou het gevoel van vrijheid geven. Nou, dat doet het bij mij. Hier kan je mee gaan zeilen of zo. Dus je hebt zo'n gewichtsloos rijplezier. Als je erin zit en je bent aan het rijden en je ervaart de zon schijnt. En dat betekent dat je dus 60, 70 kilometer per dag extra krijgt. Hoe cool is dat? Dat is natuurlijk prachtig. Aan de ene kant voor de hand liggend, want het is onze meest duurzame energiebron. Hè? Waarom zou je überhaupt iets verbranden? Maar dat je dat kan integreren in een auto die dan ook nog zo mooi is. En dat die dan gewoon rondrijdt nu, hier. Je zit in die auto en die auto is het symbool voor het begin van de mobiliteitssysteemverandering. We weten dat de elektrificatie in heel Nederland, maar heel de wereld, is gaande. En dat betekent ook dat het hele netwerk, dus de infrastructuur, soms gewoon bijna aan het smelten is. Omdat het netwerk het niet meer aan kan. Hoe mooi is het dan als Lightyear met de oplossing komt dat je het eigenlijk niet meer nodig hebt, het hele grid. Omdat het de wereld zoveel mooier en beter maakt, als je daar echt over na gaat denken. Kijk, die hele... And I saw also notice that there's two of these things. So there's at least two of these out there right now. And I think that everything that they're talking about, you know, the weightless driving, the surfing, the gliding, the feeling of just having freedom and how it's a symbol of something. All of these are even more true with the Aptera, I think. Hele laadpalen infrastructuur die er gewoon niet is, die je dan wel zou moeten bouwen, daar ben je nu natuurlijk voor een heel groot gedeelte vanaf. Kijk, 220 is overal en met een beetje geluk in de meeste landen ook de zon die nodig is. Nou, nu moet het goedkoop, het moet in alle landen, dan heb je een hele grote oplossing. Dus de global dream noem ik dat, om die auto toegankelijk te maken voor heel veel mensen en dan een gevoel van vrijheid te geven, dat je kunt rijden waar je wilt en de zon wordt gebruikt, dat is gewoon fantastisch. Maar daar gaan we alles aan doen om die droom te laten verwezenlijken. Het kan niet anders. Over 10 jaar iedereen een Lightyear. Hoe mooi is dat? Iedereen een Lightyear. All right. So I think you know they're talking about the affordable Lightyear. You know that's basically the Aptera. You know this thing is almost $200,000. Aptera is about at 1/10 the price. Anyway, I love this video because of how happy these investors and early customers are. And I was just imagining us being in a video like this and going through the things that they're experiencing. You know, they've waited many years for this car. That'll be us hopefully next year. Okay, well, thanks for watching, guys. Thanks to our supporting members, as always. What do you guys think about the Lightyear? And did you guys have the same feeling watching this video that I did of how we're going to feel next year when the Aptera is delivered to us.
All right, well, I'll look forward to your comments. Thanks for watching and have a great day, everyone.